Ja, opeens is het een discussie, hè? Ja, ja. Want ik dacht bij mezelf nog, nou, die Grapperhaus, die komt er nog wel mee weg. Ja, dat dacht ik. Net als nou, Willem-Alexander en Maxima. Ja, die kwamen er wel mee weg. Ja, toch? Ja. Iedereen had zoiets van, ja, ja, oké. Die hebben 5 seconden even niet nagedacht, fotootje gemaakt en klaar was Kees. Maar in het geval van Grapperhaus ligt het toch weer heel anders. Ik heb daar nog eens eventjes zwaar, zwaar over nagedacht. En ja, moet je horen. Hij lag al onder vuur, maar nu ligt hij helemaal onder vuur. En moet, ja, ik snap het ook wel. Ik begrijp het ook. Want luister, als jij een grote boete hebt gehad. Hè? Ja. En jij moet betalen. En jij ziet dat die Grapperhaus daar met weet ik veel hoeveel mensen gezellig op de foto gaat. Bij zijn trouwerij. Ja, dan is, ja. Ja, dan zeg jij van hallo, waarom zou ik betalen? Als hij, want hij heeft ons zo vaak gewaarschuwd. Hè? Fred, of bijgenaamd Fred, of hoe die ook heet. Waarschijnlijk heet hij Fred, maar intimi noemen hem Fred. In ieder geval, hij heeft iedereen gewaarschuwd. Doe het niet, hou afstand. Doe niet asociaal, dit en dat en zus en zo. En dan maak je zo'n enorme fout. Want dat is het. Enorme fout. En dan gaat het natuurlijk, en daar draait het dan om, ben je nog geloofwaardig? Hé, hey, het is hetzelfde als met Derksen en Gijp. Ja, is gewoon hetzelfde verhaal. Ja, ben je dan nog geloofwaardig? En hoe meer ik erover nadenk, dan denk ik bij mezelf, ja, want wat denk je van al die handhavers en al die agenten die allemaal tegen iedereen moeten zeggen, ja, wilt u wel 1,5 meter afstand houden? Hé, hey, en jij dan? Hé, hey, met je Grapperhaus of Grapperhaus. Wat denk je daarvan? Mondje dicht. Dus ja, die geloof, die draagvlak is weg. Ik bedoel, die mensen geloven daar dan niet meer in die regels. Dus dat wordt ook helemaal moeilijk om daarmee door te gaan. Dus, ja, hey, Vert, Grapperhaus, hey, weet je wat je moet doen? We gaan het tasje pakken en we gaan naar het ministerie toe. En we gaan niet iedereen een hand geven natuurlijk. Nee, we geven lekker, hup, hop, joviaal, een elleboogie. En we gaan inpakken, wegwezen en we gaan naar huis. Dat gaan we doen, Vert.